iedereen kan haken. We gaan vandaag deze poncho haken. Dit is een babymaatje, maar onder de video en in de video staan de maten om te haken, zodat jij hem ook aan kan. Of kinderen, peuters, maakt niet uit. Dit is een hele leuke steek. Ik noem hem de golfjes waaier steek, omdat hij zo mooi golft en ja, het valt heel leuk. Het is wel een opengewerkte steek, maar dit ponchootje, ja, ik heb er kleine mouwtjes aan gehaakt. Dat leg ik in de volgende video uit, maar ja, nu gaan we gauw beginnen, want deze poncho, ja, die heeft, ik zal even tellen. Ja, de eerste twee zijn dan de boord. En dan heb je 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb 9 toeren. Dus 9 toeren, daar maak je deze hele leuke poncho van. En dan gaan we beginnen. Tot zo! We hebben nodig een schaartje. Een stopnaald met een botte punt om draadjes weg te werken. Haaknaald of nummer 6. Of nummer 5, ja, dat ligt eraan hoe los of strak je haakt. En 2 steekmarkeerders. Ik heb een bol Royal van de Zeeman gebruikt. En dit is een promo bol geweest. En een promo bol van Zeeman, die heeft iets meer gram erop. Maar wil je de baby poncho maken, een kleintje, ja, dan red je het misschien met 50 gram, maar ik zou een bol van 100 gram nemen. En op die promo bollen zitten 420 meter op. En heel toevallig kwam ik aan deze wol, maar ja, meestal is dit niet nodig. Ik heb voor de baby poncho de promo bol gebruikt, maar wil jij een gewone bol Royal, je hebt genoeg. Ik heb het toevallig hier 2 van deze poncho's gehaakt. Deze is op haaknaald nummer 5. En deze heb ik op haaknaald nummer 6. Zie je dat het dan een heel verschillend resultaat geeft? Dus haaknaald nummer 6 of haaknaald nummer 5. Je moet het gewoon altijd even uitproberen. Het is wel zo'n leuke steek. En hier met meerdere, dan kom je echt in die punt van die poncho. Maar ik ga even vertellen over de wol. Ik had dus de promo bol, maar dit is dus hetzelfde als de Royal van de Zeeman. Of je pakt de Saskia van de Vibra. En dan heb je gewoon aan één bolletje helemaal genoeg. Ik zal even uitleggen wat er op een promo bol nu gebeurt. Je hebt dan 300 gram, dus je hebt eigenlijk 3 keer zoveel als op een gewone bol wol. En hier zit 420 meter op. De promo bollen, wat kan ik er nog meer over vertellen? Deze is 75% acryl en 25% wol. Op de promo bollen staat, hier staat 7 tot 8 millimeter haaknaald, maar ik gebruik 5 of 6, dus normaal gebruik je eigenlijk een grotere haaknaald, maar ja, ik heb nu dus echt kleiner gepakt. Maar ja, het scheelt natuurlijk altijd, haak je los, haak je vast. Deze steek noem ik de golfjes waaiersteek, want hij, kijk, hier ga je meerdere, maar omdat hij en hij golft en er zitten waaiers in. En de leukste verrassing is, het zijn maar 2 toeren die zich herhalen. Dus je doet eerst een toer met allemaal 4 stokjes. En dan doe je een toer met relief stokjes. En ja, dat leg ik dadelijk uit hoe je het precies in elkaar steekt. Maar het is wel zo leuk om te maken. En je hebt het ook zo klaar. In een avondje ben je klaar met deze leuke baby poncho. Ik heb ook nog, en ik weet niet of ik het zo goed kan laten zien, de maten. Als je dus een
heel klein ponchootje wil maken, dan kom je ongeveer op hoofdomtrek 34 tot 37 centimeter. En dan heb ik hier alle leeftijden, zo van de 2 jaar of van 2 tot 3 jaar of van 3 tot 5 jaar. En dan heb ik de hoofdomtrek en ook de lengte van de mouwen. Dus ik zal deze maten hieronder zetten, onder de video. Dus dan kan je altijd even nakijken welke maat haak ik nou. Want als je natuurlijk strak haakt, dan heb je meer steken nodig om op die 41 centimeter te komen. Maar ik begin dus met die golfjes waaiersteek. Hij is deelbaar door 8. En als voorbeeld maak ik een baby poncho van 56 steken. En dan gebruik ik haaknaald nummer 5. Dus hij is deelbaar door 8 en ik ga 7 keer 8 56 steken opzetten. En je kan gewoon de Royal van de Zeeman gebruiken. En op hoeveel centimeter ik uitkom, dat ga ik dadelijk invullen, want dat weet ik nog niet. Dus ik ga nu 56 steken opzetten. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik begin dus met een opzetlus. En ik ga iedere keer 8 steken tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik ga er nu 56 steken op zetten. Dus 7 keer 8 is 56. En dan ga ik eerst even meten hoe ver ik dan de hoofdomtrek heb. Want het moet natuurlijk om het hoofdje heen passen. En heb je natuurlijk een grotere maat en een andere hoofdomtrek, dan zet je gewoon een meervoud van 8 steken. Dus dan zet je er weer 8 steken bij. Als je tekort komt of als je te veel hebt, haal je weer 8 steken af. Ik heb nu 56 centimeter opgezet en ik ga meten. Ik kom op hier op 40 centimeter. En als ik dan het papiertje erbij hou, dan kom ik op 40 centimeter. En dat is ongeveer voor kindjes van 3 maanden. Wil je nu een maat groter hebben, dus tussen de 3 en de 6 maanden, dan zet je er weer 8 steken bij en dan is de hoofdomtrek ongeveer 41 tot 43 centimeter. En zo kan je iedere keer een grotere poncho haken. Je sluit de ring in de eerste steek. En ik heb nu haaknaald nummer 6 gebruikt. En het is wel makkelijk om op te zetten, maar haak je nu strak, blijf je met haaknaald nummer 6 haken. Maar haak je wat losser, dan gebruik je wel voor de steek op te zetten haaknaald nummer 6. Maar om te haken pak je een nieuwe haaknaald en dan pak je nummer 5. Als je de toer gesloten hebt met een halve vaste, dan pak je een kleinere haaknaald. Ik heb haaknaald nummer 5. En dan begin je de eerste toer met 2 lossen. 1, 2. Dan gaan we de eerste toer, dus dat wordt gewoon helemaal rond. Gaan we in elke steek, en is heel makkelijk nu. Want je hebt natuurlijk met haaknaald nummer 6 die opzetketting gemaakt. En we gaan nu halve stokjes maken. En halve stokjes maak je omslaan, je steekt in, je slaat, trekt de draad door en je slaat om en je gaat door alle 3 de lussen. Dat is een half stokje.
En dan zie ik je op het einde hier van toer 1. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En op het einde van de toer, dan kijk je even heel goed of je toer niet gedraaid zit. Dus je legt hem zo neer dat je de begindraad hier naar onder kan trekken en dat je echt aansluit en dat je zo ook over je hoofd de poncho kan maken. En dan sluit je de toer, even nog een halve vaste zie ik in deze steek. En dan sluit je de toer in de eerste, tweede, derde losse. Je haalt je draad op en je trekt door alle lussen. Zo, en dan heb je toer 1 zo af. En dan begin je weer, dan beginnen we aan toer 2, weer met 2 lossen. Omslaan. En in elke steek gaan we weer een half stokje maken. 1, 2, zie je? Dus je steekt in, je haalt je draad op en je slaat om en je gaat door alle drie de lussen. Je trekt een beetje je werk naar beneden zodat je meer ruimte krijgt om je haaknaald, zeg maar, en één keer door die drie lussen te krijgen. Tenminste, zo doe ik het. En ook gewoon lekker je haakwerk losjes vasthouden. En op het einde hier. Einde van toer 2, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer. En we sluiten de toer 1 in de tweede losse. Halen om. En we gaan de toer sluiten met een halve vaste. We beginnen toer 3 met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we waaiertjes maken. Dus omslaan op de 1, 2, 3 stokjes, 3 halve stokjes sla je over. En op de vierde steek, dus 1, 2, 3 op de vierde steek, hier gaan we 4 stokjes maken. In diezelfde steek. Hier gaan we 4 stokjes in maken. Ik heb het patroon ook uitgeschreven. Het is een kooppatroon. Als je dat wilt bestellen, dan kan je via Messenger mij bereiken of via iedereenkanhaken@hotmail.com. Maar we zijn nu met toer 3 bezig. 1, 2, 3, 4 stokjes. Dan sla je weer om en we slaan weer 1, 2, 3 halve stokjes over. En in die vierde steek, daar gaan we weer 4 stokjes in maken. Dan gaan we weer 1, 2, 3 overslaan en in de vierde, daar gaan we weer 4 stokjes in maken.
En zo maken we heel toer 3 af. En dan zie ik je op het einde hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het bijna op het einde van de derde toer. En we gaan nu 1, 2, 3 in de vierde weer stokjes maken. Maar we maken er geen 4, we maken 3 stokjes. 1, 2, 3. En we sluiten toer 3. Gaan we in de grote opening. We halen de draad op. En we halen ze door de draad door de lus. Zie je? Dan krijg je hier ook een groepje van 4. En heb je toer 3 gesloten. Dan gaan we nu de steekmarkeerders pakken. En ik zet een steekmarkeerder in tussen die. Tenminste, meteen in de eerste opening. Dus hier heb je steekmarkeerder en we gaan nu groepjes tellen. Dus we gaan nu kijken hoeveel groepjes we hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En aan de andere kant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hebben we. Dus we hebben 7 groepjes aan elke kant en dat betekent dus dat je nog een steekmarkeerder pakt en dan pak je de helft zo. En heb je nu een grotere poncho, dan doe je ook weer die groepjes tellen en hier worden de meerderingen gemaakt. En ik zal eventjes nog het voorbeeld erbij pakken. Kijk, ik leg hem even zo neer zodat je ziet waar die meerderingen dadelijk komen. Ik heb hier dus iedere keer de steekmarkeerders en het loopt zo uit. Dus je poncho loopt dadelijk helemaal zo uit, maar we gaan hem recht leggen en dan leg je die punten op elkaar en dan krijg je die leuke poncho. Dus hij wordt aan twee kanten gemeerderd. En dan leg ik hem nog een keer zo, zoals jij hem gaat meerderen. En dan gaan we dadelijk hier de meerdering maken aan de kant van de steekmarkeerder. En dan gaan we nu beginnen aan toer 4. Tot zo! We beginnen nu aan de vierde toer met 3 lossen. 1, 2, 3. En we gaan nu op deze punt een meerdering maken. En we beginnen met 3 stokjes in die eerste opening. 1. Dus in die eerste opening zetten we 3 stokjes. 2, 3. En dan telt die eerste, die telt mee als beginstokje. Dan gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan gaan we 4 stokjes weer in deze opening maken. 1, 2, 3. 4. Je pakt de steekmarkeerder en die gaan we in deze opening zetten. En dan is dit je eerste meerdering van toer 4. We hebben nu de meerdering gemaakt in het begin van de toer. En nu gaan we reliëfstokje maken in het eerste stokje. Gaan we een reliëfstokje maken en we steken eigenlijk om het stokje heen. Dus je haalt je draad om en je gaat om het stokje heen een reliëfstokje maken. Dan sla je deze over
En ga je in het midden dus van het groepje, ga je 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Je maakt 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je weer in deze opening 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Omslaan. Je pakt de laatste. Hier ga je een reliëfstokje maken. Dus van het groepje pak je de laatste en een reliëfstokje. Dus je steekt weer achter het stokje in. Je haalt je draad op en je maakt je stokje af. Zie je? Dan heb je je eerste, ja, ik noem het de golfjeswaaiersteek. Heb je je eerste steek al af. En de hele toer werkt zo tot bij deze steekmarkeerder. Hier gaan we natuurlijk weer een meerdering maken. Maar nu gaan we nog even oefenen. Dus in dit groepje van 4 hier ga je je reliëfstokje maken. En in het midden hier ga je je 3 stokjes maken. 1, 2, 3, 3 lossen en weer 3 stokjes in diezelfde opening. Eén, twee, drie en in die laatste pakken we weer een reliëfstokje. Dus je steekt achter het stokje, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je je tweede golfjes waaier steek alweer klaar. Het is echt heel mooi om te zien. Ik ga er nog één meedoen. Omslaan om het stokje heen van het eerste groepje. Je draad ophalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan deze sla je over. Dus in het midden van het groepje. Daar maak je 3 stokjes. 1. 2, 3, dan 3 lossen, omslaan en we gaan weer 3 stokjes in die middelste opening maken. 1, 2, 3 en we gaan in deze laatste gaan we weer een reliëfstokje maken. Zie je? En we hebben er alweer 3 af van het golfjeswaaiersteek. De golfjeswaaiersteek, ja, heel mooi. En we gaan verder totdat we bij de volgende steekmarkeerder aankomen. Hier. En dan zie ik je hier dadelijk, zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu aangekomen bij de steekmarkeerder en we zitten nog in dit groepje. Dus ik maak nog even die laatste van het groepje als reliëfstokje af. En bij die steekmarkeerder gaan we iedere keer meerdere. Dus we gaan nu hier in deze opening van de steekmarkeerder gaan we 3 stokjes maken. 1, 2, 3. We maken 3 lossen. 1, 2, 3.
En we gaan weer in deze opening 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Ik pak de steekmarkeerder eruit. En die zet je dus in die nieuwe meerdering. Dit is dus je meerdering aan de zijkant. Zie je? Dus dit zijn je meerderingen. Dit is je achterkant. Je draait je werk een beetje weer. En nu ga je weer in die groepjes. Hier, dit groepje, pak je weer je eerste op als reliëfstokje. Deze sla je over, je pakt het midden, daar ga je weer 3 stokjes in maken, 1, 2, 3, 3 lossen en weer in diezelfde opening 3 stokjes. En in die laatste nog een relief stokje. Gaat het te snel, dan zet je de afspeelsnelheid langzamer. Omslaan, je pakt weer de eerste van je stokje, van je groepje als relief stokje. Dan sla je deze over de tweede en in het midden weer een groepje van 3 stokjes. Drie lossen. En weer in het midden 3 stokjes. 1, 2, 3. En nog op de laatste een relief stokje. En hier, dit is je meerdering. En het komt er echt heel leuk uit te zien. Het is echt een golfjeswaaiersteek. En dan zie ik je op het einde van de vierde toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Nu zijn we bijna op het einde van de vierde toer. En we hebben hier nog een groepje van 3. We gaan dus in de eerste een reliëfstokje maken. We slaan deze over, we maken hier in die opening weer 3 stokjes, 1, 2, 3, 3 lossen, 1, 2, 3 en weer een groepje van 3 stokjes in die opening. 1, 2, 3. En nu gaan we de toer sluiten. En die gaan we sluiten hier in die eerste steek met een halve vaste. Je haalt je draad op. En je haalt hem door 2 lussen. Dan heb je een halve vaste. Heb je de toer gesloten? En nu gaan we naar de volgende toer. Toer 5. En nu gaan we in die volgende steek. Gaan we de draad ophalen. En we halen hem weer door 2 lussen. Dus weer een halve vaste. In de volgende steek. Draad ophalen. En we nemen de draad eigenlijk mee naar die steekmarkeerder. En gaan we in de opening, daar pakken we de draad mee op en we maken, halen de draad door de lus heen. Kijk, en nu zijn we bij toer 5.
We gaan beginnen aan toer 5. In toer 5 beginnen we met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we 3 stokjes in deze opening zetten waar deze marker in zit. 1, 2, 3. Dan ziet toer 5 er zo uit om te beginnen. Dan 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we in deze opening 4 stokjes maken. 1, 2, 3, 4. Dan pak je weer je steekmarkeerder. En die ga je hier bovenin zetten. Dus hier zet je weer je steekmarkeerder in. En als je dit klaar hebt, dan gaan we dus in die groepjes maken in die openingen. Dus we gaan meteen door naar deze opening in toer 5. En daar gaan we 4 stokjes in maken. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we weer naar die opening. Elke punt gaan we 4 stokjes inzetten. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we in toer 5 nu door met die 4 stokjes tot we bij de marker zijn. En dan zie ik je dadelijk hier, zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de 5e toer hier. Dit is het einde. En we sluiten de toer hier tussen die eerste 3 lossen en het stokje in. Met een halve vaste. Dus toer 5 sluit je met een halve vaste. En dan zie je weer heel mooi die groepjes van 4. En dan gaan we nu naar toer 6. We beginnen nu aan toer 6 met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan zetten we hier tussen die eerste, tweede. Hier tussenin zetten we weer 3 stokjes. 1, 2, 3. 3 lossen, 1, 2, 3 en weer 3 stokjes in diezelfde opening. 1, 2, 3. Nu hebben we dus 3 lossen gedaan, begin van toer 6, 3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes. En nu gaan we weer hier waar die marker in zit in deze laatste, hier gaan we een reliëfstokje maken.
En nu gaan we in de opening van de marker 3 stokjes zetten, 3 losse en 3 stokjes. 1. Twee, drie, drie losse, 1, 2, 3 en weer 3 stokjes, 1, 2, 3. We gaan nu verder naar de, hier hebben we de meerdering gemaakt, hier is de punt, hier heb je dus ook je steekmarkeerder en nu gaan we weer verder in deze middelste met 3 stokjes, 3 losse en 3 stokjes. En 3 losse. Meer in diezelfde opening. Even het patroontje wegleggen. Drie stokjes. En je maakt weer een relief stokje op het laatste stokje. Zo ga je alle groepjes af. Totdat je weer hier bent bij het begin van de toer. En dan gaan we aan toer 7 beginnen. Tot zo. We zijn nu aan het einde van de 6e toer. Ik heb hier nog een groepje, hier een relief stokje, 3 stokjes, 3 losse, 3 stokjes. En nu maken we nog 1 relief stokje. En we sluiten de toer tussen deze twee in, dus tussen de begintoer en de 3 stokjes, daar sluiten we de toer. En nu gaan we de draad meenemen in de volgende steek, draad omslaan en weer meenemen, draad omslaan en meenemen, insteken, draad omslaan en meenemen. En dan beginnen we hier toer 7. En toer 7 is hetzelfde als toer 5. En toer 8 wordt hetzelfde als toer 6. Dus iedere keer heb je dezelfde toeren. Je begint dus met 3 losse. Dan 3 stokjes. En dan heb je hier al het eerste groepje gemaakt. En dan gaan we over naar de steekmarkeerder. En dan gaan we weer 4 stokjes maken. En omdat we in de punt zijn hier met de steekmarkeerder, doen we 3 losse. En weer 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. Steekmarkeerder eruit. En je ziet dat iedere toer, het is gewoon iedere keer hetzelfde. Dit is toer 7, toer 6 is hetzelfde als toer 4. En toer, ja, dit is toer 7, is weer hetzelfde als toer 5. En dat zijn weer die 4 stokjes. Dus ja, het herhaalt zich iedere keer. Nu ga je weer in elke opening 4 stokjes maken. Oh. Dus toer 7 is 4 stokjes. En dadelijk toer 8 ga je weer die groepjes maken tussen die 4 stokjes in. En je verzet elke keer op de hoeken je steekmarkeerder.
Ik zal het voorbeeld nog even laten zien. Dit is het voorbeeld. En ik pak nog even de centimeter. En als je klaar bent, dan ligt het eigenlijk zo. Zo ligt het. Maar je moet zorgen dat de lange punten op elkaar gaan liggen. En dan heb je ook echt die poncho. En ik maak even de lengte. De lengte is 18 centimeter. En de schouder is ongeveer 14 centimeter. Dit was weer een video van Iedereen kan haken. Graag duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!